Ben jij er klaar voor om in 2022 ZZP'er te worden? In deze video geef ik je 7 eigenschappen mee die heel erg van pas kunnen komen als je die stap wil zetten. Dus ben je benieuwd of jij die eigenschappen bezit? Blijf dan kijken. Hoi, mijn naam is Ronnie Overgoor. Ik ben dagvoorzitter en presentator van zakelijke evenementen. Zelf ZZP'er al vele jaren. En ik ben initiatiefnemer van 7DTV, het YouTube-kanaal voor ondernemers. Waar ik met heel veel ondernemers en ook met heel veel ZZP'ers praat. Wat zijn nou de eigenschappen, mocht jij eraan zitten te denken om die stap te zetten om ZZP'er te worden? Wat zijn nou de 7 eigenschappen die je nodig hebt om succesvol als ZZP'er aan de slag te kunnen gaan? Laten we beginnen met de eerste. En dat is eigenlijk meteen de belangrijkste. Dat is namelijk, voeg jij waarde toe voor opdrachtgevers? In plat Nederlands, als jij morgen nou zou beginnen, kun jij dan facturen sturen voor datgene wat jij kan of wat jij doet? Dat is het allerbelangrijkste. Kijk jezelf in de spiegel aan en denk, hey, heb ik dat in huis? Zijn er klanten en willen die factureren voor hetgeen wat ik kan? Dat is de eerste eigenschap. De tweede eigenschap die handig is als je als ZZP'er aan de slag wil, is beschik je over een netwerk. Want kijk, als je werkzaam bent bij een organisatie, dan doet die organisatie de sales, daar komen de klanten binnen en jij doet gewoon je ding. Maar als ZZP'er moet je je eigen klanten werven. En de praktijk wijst uit dat dat veelal gebeurt via je netwerk. Heb ik een netwerk en als ik die nog niet echt heb, ben ik bereid om die actief te gaan opzoeken en te gaan uitbouwen. Dat is de tweede eigenschap die van belang is, wil je als ZZP'er succesvol worden. De derde eigenschap, en dat is er eentje die vind ik nog best wel lastig zo nu en dan, dat is, kun je tegen onzekerheid? Het voordeel van een vaste baan is, je hebt een salaris en je weet elke maand wat je binnenkrijgt en je weet weer hoe het jaar eruit ziet. Als ZZP'er, als ik naar mezelf kijk, ik zit in de zakelijke evenementenwereld, ja, mijn agenda begint elk jaar weer redelijk schoon. En ik word daar nog steeds elk jaar weer een beetje nerveus van. Oftewel, ga ik mijn jaaromzet dit jaar wel halen? En die onzekerheid, daar moet je wel tegen kunnen als ZZP'er. Want zodra je de stap zet, dan mis je de zekerheid en de rust van een vast inkomen en een vaste baan. De vierde eigenschap alweer, dat is, durf jij en kan jij jezelf promoten? Alle kanalen zijn er natuurlijk voor. Hè? Je hebt LinkedIn, en je hebt social, en je hebt TikTok, nou whatever. Pak de kanalen maar. Dus het hoeft niet eens geld te kosten. Daar gaat het niet zozeer om. Maar het moet je wel liggen. Als jij enorm veel moeite hebt om jezelf te verkopen, om jezelf te promoten, dan is het lastig om als ZZP'er succesvol te worden. Dus zorg ervoor dat je jezelf goed kan promoten. De vijfde eigenschap, en dat is er eentje waar ik enorm veel van hou, en dat is, hou je van flexibiliteit. Het is geen 9-to-5 job. Ik vind dat heerlijk. Bij mij is elke week weer anders. Dat betekent ook dat je 's avonds werkt, dat je 's ochtends vroeg werkt. Het betekent ook dat je eens een keer 's ochtends vroeg wat anders gaat doen, omdat je geen zin hebt om te werken. Allemaal vrijheden die je hebt als ZZP'er. En dus heb je een enorme mate van flexibiliteit. Tegelijkertijd kan het ook heel dwingend zijn, hè? Want als een klant graag iets van jou wil en jij kan daardoor lekkere omzet draaien, maar het moet wel volgende week af en het is heel veel werk, ja, dan zul je toch gewoon even door moeten akkeren om die klant te kunnen bedienen. Nou, dat afwisselende vereist dat je flexibel bent. Dat je flexibel kan werken en flexibel om kan gaan met je privé en met je werksituatie. Het is wat minder gestructureerd dan een vaste baan. Dus word jij daar vrolijk van die flexibiliteit, dan ben jij gegarandeerd, zeg maar, in potentie iemand die succesvol kan worden als ZZP'er. De zesde eigenschap, de één na laatste alweer. En dat is het volgende. Hou jij van wisselende relaties? Kijk, als je een baan hebt en je werkt bij één bedrijf, dan heb je vaste collega's. Ik word daar heel snel verveeld van. Dat heeft niks met die collega's te maken. Maar ik ben heel snel, zeg maar, verveeld en vind het heel snel saai. Dus bij mij past dat ZZP'er perfect. Ik heb elke keer weer een ander congres. Dat doe ik weer voor een andere opdrachtgever. Dan ontmoet ik weer andere mensen. Op dat congres ontmoet ik weer andere mensen. Ik heb continu wisselende contacten. Ik heb geen vaste collega's. Dat moet je leuk vinden. Want dat is wel een van de kenmerken als je als ZZP'er gaat werken. Dat je je vaste collega's die je bij een organisatie of bij een bedrijf waar je werkt, in een vaste baan, daar heb je die. Maar die heb je als ZZP'er in principe niet. En dan de laatste eigenschap. En ook dat heb ik zelf moeten leren. En dat is omgaan met geld.
Heb je een baan, dan heb je een vast inkomen. En die is elke maand hetzelfde. En daar heb je je huishoudboekje op afgestemd. Tenminste, al dan niet. Hè? Dus de bedoeling dat je dat doet. Bij ZZP'en wisselt dat nog wel eens. Ik zelf heb geleerd om met een jaaromzet te rekenen. Maar dat betekent dat ik de ene maand misschien wat minder omzet, maar de andere maand wat meer omzet. Dus het financieel goed kunnen managen van je eigen inkomsten, dat is net even lastiger dan dat je een vaste baan hebt met een vast inkomen. Je inkomen fluctueert en wisselt. Daarnaast heb je met de Belastingdienst te maken. Je moet een aantal dingen moet je zelf gaan regelen. Het is niet zo dat je baas alles maar netjes voor je regelt. Nee, je moet je eigen belastingaangifte doen. Je moet je BTW regelen. Je moet je, nou, noem maar op. Je moet met de Belastingdienst moet je allemaal dingetjes regelen. Je moet factuurtjes sturen. Dan moet je achteraan als ze niet betaald worden. Kortom, financieel management is, het is niet moeilijk. Neem van mij aan, ik ben geen financieel expert. Ik kan het ook, dus dan kun jij het ook. Maar je moet het wel doen. Het is wel een heel duidelijk verschil als je die stap wil zetten na ZZP'er, dat je dat financiële management wel op moet pakken. Dit waren wat mij betreft de 7 eigenschappen waar je aan moet voldoen. Wil jij succesvol als ZZP'er aan de slag gaan? Herken je je nou in deze aspecten? Dan wens ik jou heel veel succes en heel veel plezier in jouw carrière als succesvol ZZP'er. Hoi! We'll be right back.